Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij de allerlaatste aflevering, gaan we even vanuit, van de Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Subpar Guys. Hallo Jordi. Hallo Milan. Milan, ik heb hier een raar wezen op een paard die zegt dat we een champion moeten verslaan. Zullen we dat even doen? Ja. Ik vind het nog steeds onzin dat je daarvoor die champion moet verslaan. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Het is wel een mooie segue, maar... Ja. Yeah. Zo, het is dan denken van, een Kubfu naar level 70 brengen, al wanneer je geen champion bent, is moeilijker dan even een masterball op een Pokémon flikkeren. Oké. Volgens mij heb ik ook alles. Ik hoef mijn team niet echt te coveren, want het team wat ik nu heb, heb ik dat ook al een beetje behandeld. Dus ik sta in de receptiehal. Oké, ik loop nu het stadion in. Als in, gewoon, nu ben ik bij de receptie. Ja. En dan gaan we praten. Ja, ik sta in de hal. Dus ik wacht wel even tot jij er bent. Dat is goed. Oh ja, ik sta ook in de... Nou, dan lopen wij rustig de hal door. Want dit kan een hele interessante fight worden. Ja, ik ben wel benieuwd. Dit kan binnen 2 seconden klaar zijn. Dit kan ook 20 minuten duren. Ja, precies. Even voor de context van iedereen. Het is weer even geleden dat de laatste aflevering is opgenomen. Dus ik moet weer heel eventjes kijken hoe het ook weer zit. Ja. Oké, let's have a champion time. Helemaal goed, Leon. Echt. Dat jij nog ondertussen onlang niet ontslagen bent. Ja. Want... Met alle DLC die erbij is gekomen, krijg je wel heel veel lore erbij. Van oké, Mustard was een champion. Peony had een champion kunnen zijn. Maar ja, Rose werd de chairman van Michael Cosmos. Yeah. Dus hij zei van... Tabé. Ik ga op een berg wonen. Ja. Yeah. Die snap ik nog niet helemaal, maar... Meneer vond nodig om op een berg te gaan wonen. Ja, yeah. Ik snap het ook niet. Hij denkt van, weet je wat? Wat Red kan ik ook. Ja, precies. Alleen, Peony is tenminste nog slim, die bouwt nog tenminste een huis. Dat is waar, maar Red zegt helemaal niks en Peony zegt iets te veel. Ja, klopt. Ja, ik ben eerlijk gezegd het meest bang altijd voor de Aegislash. Het meest of het minst? Meest, eigenlijk. Want het probleem wat ik heb met Aegislash is, de damage kan heel erg oplopen. Mm-hmm. En je weet ook wel, King Shield, je stats dan worden naar beneden gebracht. Ja, dat versnelt de fight ook niet echt. Nee. Maar daarvoor hebben wij ook een Golisopod met Sucker Punch. Precies, bij mij is de Aegislash wel al dood. Bij mij nu in het ook. Dan is het tijd voor de volgende. De volgende is de Rhyperior. Dan is het waarschijnlijk... Oh, bij mij niet. Nou. Bij mij is de volgende een Hexorus. Ja, ik vind wel... Leon heeft wel een van de meest interessante champion teams. Mm-hmm. Want ik kan me niet echt... Naast misschien Dianfa. Dat... misschien wat Rock-types gebruikt. Maar voor de rest kan ik weinig Rock-type herinneren. Ik ook zo niet, maar ik weet ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, dus dat scheelt ook. Nou ja, enige die nu nog even in me opkomt is Steven met zijn Armaldo en Cradilly. Ah ja. Maar ja, dat zijn fossils en dan heb je Dianfa met Aurora en Tyrantrum. Ja, ook fossils, ja. Even kijken. Oh, Frostmoth was bijna dood. Dat is niet zo mooi. Nee. Ik vind het wel grappig dat je Frostmoth nog helemaal mee hebt genomen. Terwijl je in het begin zo zat van... Ik weet niet of ik hem ga gebruiken. Ja. Is ook uit nood geboren hoor. Dat mijn Sneasel volgens mij dood ging. Ja. Oké, dan is het tijd voor de volgende. Dracapult. Ja, same here. Snel, hoog offensives. Maar voor de rest... Kan je makkelijk killen. Nou ja, ik kan mijn standaard strategie van gooi er een bel tegen haar niet doen. Want, ja, Charizard. Volgende is Hexorus. Weet je wat, we blijven in. Oké.
Dan is het nu tijd voor... Oh, hoezo heeft hij nou weer flamethrower? Welke flamethrower? Dragapult? Ja, Frostmold is dood. Oeh, dat is... vervelend. Dat is gewoon kut. Ja. Dat is vervelend. Nee, is het ook. Maar, voor ik zijn, Frostmoth ging ik niet tegen de Charizard vechten, dus... Nee, dat is waar. Er is nog andere dingen die ik kan doen. Nou. Ondertussen ben ik nog even aan het nadenken wat ik zo meteen ga doen, want ik weet even niks wat ik tegen de Charizard kan gaan doen. Ik zit te denken aan Jellicent, maar ja, de Charizard heeft wel een grass moves. Freeze draai. Nou, daar ging bijna mee meneer Amaretto. Nee. Ik kreeg een knock-off. Ja, iedere van mijn Pokémon's hebben items. Vind je het gek? Ja. Nee. Oké, okay, snel even wisselen, want... Ik ben er niet op uit om iets te verliezen vandaag. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Even slam. Oké, okay, dat is weer minder. Kijk, dat is wel weer beter dat ik Rocky Helmet heb. Nou, Heavy Slam. En is de Rillaboom ook dood, tenzij een gorilla zwaarder is dan een bel. Gelukkig niet. En dan is het voor mij tijd voor Charizard. Dat heb je snel gedaan. Ja, ik heb voor bijna alles wat hij heeft, heb ik wel een counter, dus... En ik heb nog heel veel healing items, dus... Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren dat er nog iets gevaarlijks kan gaan gebeuren. Kijk, als ik flauw had willen doen, had ik nog even gekeken of ik nog iets had met Whirlwind. En als Stealth Rock. Mm-hmm. Van, oké, kom maar Charizard. Doe Charizard. Whirlwind, Stealth Rock damage. Whirlwind, Stealth Rock damage. Dat was de Charizard. Die tactiek is heel leuk om te zien, maar je hebt er wel wat setup voor nodig. Mm-hmm. En daar hebben wij de overrated G-Max Charizard. Nou, hoe staat het aan jouw kant nu? Nou, ik ben nog steeds met die Dragapult bezig. Die doet echt heel veel damage. Daarvoor is het ook een Dragapult, hè? Nou, het is geen Max Dynamax, maar... Ik ben benieuwd. Max Overgrowth, hoeveel doet het? Ik ben een Jellicent, de Special Defensive. Valt me nog mee. Doet iets minder dan de helft. En ook net iets minder, voor mij 49% of 48%. Oh. En ik heb hem bijna one-shot, dus... Ik kan het heel makkelijk doen. Ik kan gewoon even wachten om de fight af te maken tot jij ook zover bent. Ja, dat duurt nog wel even totdat ik ook zover ben. Nou, weet je wat? Dan ga ik gewoon heel flauw doen tegenover Leon. Hey Leon, weet je wat de Hyper Potion is? Hm. Ja, hij hield, ik hield. Nou ja, ik wil gewoon even. Want wat ben je? Je bent nu alleen maar Frostmoth verloren? Ja. Alleen maar Frostmoth. Oké, okay, wat heb je eigenlijk tegen... Dragapult is nu dood. Nice. Dus dan heb je alleen nog zijn... de starter en Charizard? Of heb je ook nog zijn Hexerus die je nog moet killen? Hexerus heb ik gekillt. Rhyperior nog niet? Die nog niet. Oké, okay, nee. Dan is de volgende waarschijnlijk Rhyperior. Nee, Inteleon. Inteleon, oké. Okay. Dankjewel, game, dat je me nog even tegen wil spreken. Oh. Maar ja, het is een Inteleon. Even kijken. Ja, het is zo lang geleden. Ik weet ook... Want vaak als ik jouw footage heb ik het ook heel snel weer geëdit. Dus ik weet niet meer wat jouw team op het moment
Eerst maar. Ik heb even. Ik heb Vikervolt voor. Oké. Dat komt wel goed. Ja, Italian is dood. Nice. Dat is heel nice. Mr. Rhyme. Oh ja. Rhyperior heeft hij bij mij omdat hij Rillaboom heeft. Dus het antwoord op de vuurtype is zijn Rhyperior. Het antwoord op jouw zogeheten grass type. Ja. Oh nee, het antwoord op jouw fire type. Is, wat staat is al goed. Dus zijn antwoord daarvoor is Mr. Rhyme. Oké. Want ja, hij heeft de starter waar je goed tegen bent. Dus hij heeft de starter waar jij slecht tegen bent. Dat is hem. Dus ja, dan pakt hij de andere Pokémon als iets anders neer. Beetje hetzelfde idee als Gary in Gen 1. Mm-hmm. Waarin als jij een Venusaur hebt, dan heeft hij een Charizard. Maar heeft hij als water Pokémon volgens mij een Gyarados. Heb jij Squirtle, dan neemt hij Venusaur en heeft hij een Arcanine. En heb jij een, ik wil bijna zeggen, een Charmander, dan heeft hij een Squirtle en is een grass type een Executor. Oh ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Dat is een beetje, want voor de rest van het team is vaak hetzelfde. Dus hij heeft een LQZM, hij heeft een Pidgeot, hij heeft een starter. En de... Wat zal ik tegen Charizard doen? Heb je, je hebt geen water Pokémon of wel? Nee. Heb je een rock type? Nee. Ook niet. Heb je iets wat... Wat kan veel damage doen? Ja, Thunderbolt. Alleen hij... ik heb eventueel... Vikevolt, maar die is ook slechter. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Nee. Hoe is het? Ninetales of Flashfire? Dan doe je maar Ninetales, want daar heeft het enige wat hij kan doen tegen Ninetales, wat neutraal is, is Max Airstream. Ik moet alleen Ninetales wel even healen, denk ik. Ja, zeg maar wanneer ik op de knop kan klikken van Max Kaiser. Oh, laat ik eerst dat even doen. Nu valt hem ook pas op dat de vlam die uit Charizard's mond zou moeten komen... Maar uit één kant komt. Ja, dat kan ik nog niet zien. Hij is nog niet Gigantamaxed. Ja, nou, hij heeft zo'n rare vlam die uit zijn mond komt. Ik denk van, oké, dat is ook synchroon, maar het is maar één kant. Ja, uit één kant. Mm-hmm. Game Freak. Da, 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 da. Oh, hij heeft Max Rockval. Airstream, hoor. Ja. Hoeveel doet het? Ja, ik ben niet dood, maar... het had niet veel over, dus. Nee. Ah. Nou ja, dan is het maar eigenlijk maar de Dynamax beurt en afwachten. Yep. Ja, want bij mij regent het nu. Ik heb Stab en net killde de Max Keizer net niet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het nu wel zou moeten killen. Dus ik wacht nog wel even. Kom maar Charizard, kom maar. Oké. Hoe staat het er nu voor? Zijn Dynamax turns zijn over. Mooi. Nu doe ik nog één keer healen en hoop ik dat hij niet al te veel damage doet. Oké, weet je wat? Ik klik op Max Kaiser. Mm-hmm. We gaan zien of hij het doet. Alweer als hij de boost van Ancient Power krijgt, hè? Ja, dat zul je altijd zien. Nee, gelukkig niet. Pas op met Charizard. Boom!
Nee, de enige logische Dynamax die in vlammen opgaat. Nou, Shelbel. What a fight. Nice. En geen genoeg versla ik. Leon altijd wanneer het regent. Nou, ik wacht wel even met tekst. Tekst en uitleg wanneer jij al klaar bent. Ik ga uiteindelijk wel winnen hoor, alleen het duurt even. Zoals ik al zei, het kan 2 seconden duren, het kan 20 minuten duren. En ja, de enige water type die jij waarschijnlijk had kunnen gebruiken momenteel was... was volgens mij ook echt alleen maar Rodan Wash. Ja. Want jij Sharpedo, jij is Isle of Armor. Dus... Oh nee, ik had ook Crawdont, had je ook nog kunnen gebruiken. Oh ja. Maar ja, had je net een Corvish moeten vinden. Ja, en Dewpire, maar dat is ook een bug. Ja, maar had je wel mogen doen dus. Ja. Maar ja, Araquanid, Max Rockfall, auw. Zou niet echt heel veel hebben geholpen. Oh, flinch team, hè. Zo jammer dit, hè. Zeer spijtig. Zeer spijtig. Hè, op het laatste Ninetales nog verloren. Dat was Vrouwen. Nu nog even een fikkervolt er tegenaan gooien. Oh, nice. Chandelure ook dood. Milan, ik maakte maar een grapje met Throne, hè? Je hoeft het niet te doen. Ah, het is ook echt onzin dat gewoon Air Slash, wat gewoon normaal effect heeft, gewoon zoveel damage doet. Ja. Ik snap waarom je het doet. Jij vindt je score nog niet hoog genoeg. Je wil je def score nog even omhoog halen op het laatste stuk. Kijk, ja, Milan, ik begrijp het wel. Maar had het een vorige aflevering gedaan tegen Eternatus? Oh, nu mist hij. Ja, tuurlijk. Nu mist hij. Ja, maar niet al 3 Pokémon zijn verloren. Echt, hè? Alweer als ik nu 1-hit KO... Of leeft hij met 1 AP? Nee, of is 1-hit KO? Nee, hij 1-hit KO'de mijn... hoe noem je dat? Skunk Tank. Oh. Oké, wat heb je nou nog over? Fikervolt en Indeedee. Hoeveel health heeft hij nog? Indeedee heeft 19 health. Maar ik kan hem wel gewoon... of 16. Nee, hoeveel health heeft Charizard nog? Oh, die heeft echt nog... Maar dat is al 100 beurten zo, echt nog 2 AP of zo. Aha. Maar dat is al echt de hele tijd. Alleen hij is ook ontiegelijk snel, die Charizard. Wat waren zijn 3 max moves dan die hij deed? Max Rockfall was 1? Max Rockfall. Alle drie Max Rockfall. Ah. Ja. Dat is raar, want als hij snel was geweest. Oké, dan had je misschien kunnen herleiden naar de Max Airstream die hij deed, maar... Ja, een beetje raar. En hij blijft nu Fireblast spammen. Nee, dat moet een keer missen. Ik zou denken. Nou, realistisch gezien zou het een keer moeten missen. Het is maar 70% accurate, dus. Hoewel zie je nou crit, dan word ik echt boos. Nou, volgens mij ben je al aardig bezig momenteel. Hé, eindelijk. Nou, ik weet de score even niet uit mijn hoofd, maar goed bezig om even je score plus 4 te brengen. We hebben hem in ieder geval gehaald, dat is het belangrijkste. Dat is inderdaad het belangrijkste. Nou. Dat was hem. Dat was hem inderdaad.
was wel een hele leuke serie om op te nemen. Nee, dat zeker. Zeker voor herhaling vatbaar, misschien op een andere manier of zo, of een andere game, maar ik vond het zeker leuk om te doen. Ja, of een andere challenge, maar kom wel goed. Ja. Als mensen suggesties hebben, gooi het gerust in de comments. Want ik ben op zich zeer benieuwd naar wat mensen voor challenges hebben, want er zijn er zoveel nu. Ik ken er al een heleboel, maar zelfs ik zit soms zo in van, oh, die is ook weer nieuw. Ja, precies. Ja, nu is Leon aan het ouwe hoeren. Ik denk dat iedereen dit ouwe hoerstukje wel kent. Daarom, gewoon doorheen skippen. Ja. Kan je hem nog niet. Nee, precies. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze serie, van deze aflevering. Vergeet zeker niet te abonneren op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. Omdat het gewoon een hele leuke serie was. En hij ook wat abonnees verdient van deze serie. Dus... Heb je nog wat te zeggen? Ik heb eerlijk gezegd niks aan toe te voegen. Het was een hele leuke serie om te doen. Ik heb nooit op deze manier een Avatar Log gedaan. En ja, als mensen meer projecten willen zien met mij en Milan. Wat ik al net zei, gooi het gewoon in de reacties. En we zullen wel kijken wanneer we weer een serie met elkaar gaan doen. Ja, precies. Heel erg bedankt voor het kijken. Adios amigos.